In deze video wordt getoond hoe de ingegraven rivier in het landschap wordt geïntegreerd. Dit integreren gebeurt door middel van een airbrush en een strooisel dat zelf wordt gemaakt. Zie hiervoor een ander deel van onze website. Om de juiste kleur van de verf te krijgen wordt gebruik gemaakt van staaltjes. Informatie hoe staaltjes te maken kun je vinden op de website die aan het einde van deze video wordt weergegeven. Om het strooisel vast te leggen, wordt de baan ingespoten met boekbinderslijm, wat sterk verdund is met water. Hierdoor gaat het strooisel vastzitten aan de baan en is het met stofzuigen niet te verwijderen.